Isa was een ontzettende lieve baby, ontwikkelde zich prima. Tot ze een maand of 9 was en zij wilde gaan kruipen, maar helaas ging haar beentje niet mee. Ik heb contact opgenomen met de huisarts en ze hebben ons doorverwezen naar het ziekenhuis. Op dat moment waren wij bekend dat mijn neef een klein kindje verloren had aan een bepaalde spierziekte. Deze ziekte heb ik opgenoemd bij de arts. En die heeft dat nagetrokken en die zag dat het SMA was. Ja, en helaas kwam voor ons toen de diagnose heel snel dat het toch SMA type 2 was. Ja, en als je dat hoort, dan stort gewoon compleet je wereld in. Ja, en dan krijg je kleine meisje op schoot en dat doet gewoon zeer. En dan ga je naar huis en... Oh. En dan denk je echt, en nu? En ja, de jongens vertellen dat hun zusje niet meer beter wordt. Isa zat op de grond en ik was zelf in tranen en op een gegeven moment riep ze me ook, hoe klein ze ook was, van mam, niet huilen. Ja, dan breek je. En dat is eigenlijk Isa en zal ons altijd troosten in die zin. En ze trekt ons er gewoon doorheen. Ze is zo positief, blij, accepteert het zoals het is. En ja, samen met die jongens maken we er wat van. Nou, Isa, broers, Stijn en Lars hebben natuurlijk... Die zitten vol energie en rennen wat af, vliegen wat af om het huis. En Isa vindt het eigenlijk wel fantastisch om mee te doen. Ze gaat dan toch op haar manier in haar eigen rolstoel, in haar hoogste versnelling, rent zij ook mee op die manier. En laatst staat ze op de grond Lego te spelen en Isa vertelde tegen Lars, goh Lars, als ik jou zo zie rennen en springen, wat zou dat toch fijn zijn dat ik dat ook kan doen. Ik zou ook graag wel willen lopen. Waarop Lars eigenlijk terug zegt, goh Isa... Als zie ik jou zo rondrijden en crossen in de rolstoel, dan lijkt het mij soms wel eens leuk om ook een spierziekte te hebben. Ja, en dan sta je bij als ouder en je ziet het en je hoort het, maar prachtig als het zo besproken wordt. Ja, je wil natuurlijk één ding en dat is genezing en ja, daar ga je voor. En als je dan toch hoort dat ze bezig zijn met zoeken of dat ze steeds dichterbij komen, ja, dat is fantastisch om te horen. Als Isa in bed ligt, dan roept ze ons. Als ze jeuk heeft, als het koud heeft, als ze omgedraaid wil worden, dan komen we bij haar. En als het 's nachts, als zij wil draaien en het lukt haar niet, en dan draaien we haar om, zodat ze weer verder kan slapen. Na april van dit jaar heeft Isa een scolioseoperatie ondergaan. Isa, haar rug was namelijk zodanig vergroeid dat al haar ingewanden, haar longen en noem maar op, in de verdrukking zouden komen. Ze heeft het al wel op relatief jonge leeftijd dat haar rug zo vergroeid is. Maar de arts vond het wel echt belangrijk dat ze deze operatie ondergaan zou. Om toch deze mogelijkheid te bieden dat Isa mee kan groeien, hebben ze een nieuwe techniek gevonden waarbij Isa pinnen in haar rug krijgt die verstelbaar zijn. En zo kan Isa meegroeien tot ongeveer haar 13e, 14e. En dan zal zij vast worden gezet met vaste pinnen. Ja, ik hoop dat er gewoon onderzoek kan worden gedaan voor Isa en dat er iets wordt gevonden voor SMA. Alleen stilstand is al winst en ja... Ik gun er gewoon een ontzettende mooie toekomst tegemoet.